om dit te beschermen en hier weer te kunnen bouwen, gaan we hier zeer binnenkort 100 km per uur rijden. Dat zijn de maatregelen die het kabinet ons oplegt. Maar ook van de boeren wordt actie gevraagd. Een aanpassing in het veevoer moet zorgen voor een lagere uitstoot van ammoniak. Waar de grootste slag mee gemaakt kan worden, is nu toch de samenstelling van het krachtvoer te veranderen. Het gaat erom dat het eiwit dat het beter benut wordt, dat die anders benut wordt, zodat er minder, plat gezegd, afvalstoffen in de mest en in de urine komt. Ammoniak. Wat uiteindelijk, als het bij elkaar komt, ammoniak veroorzaakt. Daar is eigenlijk de hele wetgeving om te doen. En daar biedt dit voerspoor toch wel oplossing toe. Veruit de meeste stikstof, en dan hebben we het over ammoniak, komt van de landbouw. Ammoniak is schadelijk voor natuurgebieden. Toch is het veranderen van de voersamenstelling een noodoplossing, vindt LTO Noord. Ik ben er niet blij mee, maar het is wel een eerste stap. En we weten ook dat er nog heel veel staat te gebeuren. Al die beleidsregels waar we tot nu toe nog, wie nog gewoon staan, ja, die zullen desastreus uitpakken als die niet veranderen. Dus daar is ons volledig inzet. De provincie Drenthe bespreekt binnenkort de nieuwe regels met de natuur- en landbouworganisaties. In december wordt bekendgemaakt wanneer de snelheid verlaagd wordt. Ook komt er dan duidelijkheid over het verlenen van nieuwe vergunningen.